ineens gaat zakken. Ik wou zeggen, ik kan al niet meer op de trampoline. Jij? Nee, maar dat kon ik na de derde bevalling al niet meer. Dus dat waren we antwoorden. Maar we doen op de foto eerst. Waarom als man gynaecoloog? Ja. Had ik ook nooit gedacht. Ik ook. Dat zijn de grootste risicofactoren om zowel een verzakking te krijgen, maar ook urineverlies. We zijn in Haarlem en we zijn onderweg naar een gala voor de vrouwenkwaaltjes. Yes. Wat gaan we daar in godsnaam meemaken? 400 vrouwen in de Philharmonie in Haarlem. Dat is theaterzaal. Ja. Afgehuurd door Spaarne Gasthuis. Met gynaecologen, seksuologen. En je mag alles vragen over urineverlies, problemen bij heftige menstruaties en geen zin in seks. Oh my god. Heb jij dat ook? Wat heb ik? Nou, één van die drie. Oh, vast. Ik heb ze allemaal. Allemaal. Ik zit vol in de doelgroep. En welke menstruatieproblemen zijn er zoal bij vrouwen? Het wordt vaak onregelmatiger. Mm-hmm. En daar kunnen mensen last van hebben. Met name als het heel lang duurt, de menstruatie zelf. Of dat ze heel veel bloedverlies krijgen. Omdat het onregelmatig is, overvalt het vrouwen vaak. Mm-hmm. Hebben ze niks bij zich? Is het op het moment dat ze het niet verwachten? En omdat het zo ruim kan zijn, kan dat heel vervelend zijn dat je doorlekt. Ja. Dat je er onprettig bij voelt, dat je niet op je gemak bent. En dat kan heel veel invloed hebben op je sociale bezigheden. Ja. Ja. Dat je bijvoorbeeld niet gaat sporten. Dat je niet een avondje uitgaat, dat je je kleding aanpast. Mm-hmm. Wat zou je ze willen adviseren? Ik denk wat ik mee zou willen geven is als vrouwen merken dat ze gehinderd worden in hun dagelijkse bezigheden. Dat ze zich gaan aanpassen. Omwille van die menstruatie die eventueel gaat komen. Dat het dan tijd is om na te denken of dat er misschien iets is om het te verlichten. Hè? Iets is om eraan te doen. Mm-hmm. En er zijn echt heel veel opties. Ook bij mensen die bijvoorbeeld geen hormoontherapie willen, zijn er opties. Dus het loont de moeite om het een keer met de huisarts te bespreken. Of eventueel, als je dat prettiger vindt, je laten verwijzen naar een gynaecoloog. Mm-hmm. Om die klachten te bespreken en te kijken of dat er iets voorhanden is wat de klacht kan verlichten. Of misschien wel helemaal verhelpen. Julien, jij werkt voor het Spaarne Gasthuis. Ja, dat klopt. En wat doe jij daar precies? Ik ben er gynaecoloog met aandachtgebied voor urineverlies en verzakkingsklachten vooral. Oké, als man zijnde en je hebt je daarin gespecialiseerd, ja. Wat bijzonder. Ja, vroeger waren natuurlijk bijna alle gynaecologen man. En tegenwoordig zien we dat heel veel vrouwen gynaecoloog zijn. Ja. Maar ik vind het juist heel leuk. Ik vind het heel leuk werken met vrouwen en... Ja, het is vooral het vakgebied wat me heel erg aanspreekt. Hoe komt het toch dat vrouwen last hebben van die bekkenbodem en dan het urineverlies? Hoe kan dat? Nou, ik zeg tegen patiënten altijd, we hadden als mensen eigenlijk nooit rechtop moeten gaan lopen. Want daar is onze bekkenbodem niet voor ontworpen. Maar ook de bevalling en zwanger zijn aan zich ook. Dat zijn de grootste risicofactoren om zowel een verzakking te krijgen, maar ook urineverlies. En dan hebben we het vooral over urineverlies bij lachen, sporten, hoesten. Wow, herkenbaar ja. Die. Ik heb gehockeyd. Ja hoor, elke slag. Oeh, dacht ik, shit. Dus de stap verkeerd en dan ga je. Ja, precies. Ja, klopt. Wat kunnen we eraan doen? Je kan verschillende dingen doen. Je kan het accepteren. En dat is jaren gedaan. Niks aan doen. Want je kan er 120 mee worden. Tijdens het sporten heb je ook een klaptampon, noem ik dat altijd. Het is een soort schuimrubber tampon. En die kan je inbrengen tijdens het sporten. En die geeft een beetje druk onder de plasbuis, waardoor je geen urine verliest. Wow. En dan heb je nog bekkenfysiotherapie. En dan leer je ook vaak bijvoorbeeld om net even aan te spannen voordat je niest. Of als je aan het sporten bent en je weet van nu moet ik even kracht zetten, dat je ook aanspant. Mm-hmm. En daar verbeteren vrouwen ook veel mee. Mm-hmm. En je kunt je voorstellen dat als je een vrijpartij hebt gehad die niet zo fijn was als wat je gewend was. En het gaat keer in keer, gaat dat zo door. Dan krijg je er steeds minder zin in. Mm-hmm. Dus minder zin hoort niet zozeer bij de overgang. Klachten wel. En die zijn gelukkig te verhelpen. Dus het is ook onzin om te zeggen dat je seksleven voorbij is na de overgang. Wij sturen er eigenlijk op dat het tot je 100ste oké kan zijn. Ja, okay. Omdat het heel vaak voorkomt dat vrouwen het normaal vinden om eigenlijk een beetje te gestrest door het leven te gaan.
Mm-hmm. En wat vinden ze nou normaal? Ze zijn gedreven, ze zijn enthousiast, ze zijn perfectionistisch, ze zijn kritisch. Dat zijn eigenlijk allemaal eigenschappen waar je in de maatschappij best veel mee kan bereiken. Maar goed, in je seksleven bereik je daar niet zoveel mee. Want op het moment dat je perfectionistisch of kritisch bent, kun je eigenlijk niet zo goed genieten van het moment. Mm-hmm. Nee. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap aan vrouwen. Van probeer jezelf daarin weer wat te verzachten. Juliette, je vent zit erop, hè? Het zit erop. Wat vond je? Ze durfde van alles te vragen over bekkenbodemverzakkingen, over niet naar de huisarts durven of de huisarts die geen respons gaf op hun kwaaltjes. Alles werd gewoon gedeeld. En Pauline, hoe heb jij het beleefd? Want jij zat in het publiek. Ik zat in het publiek. Ik vond het zo gaaf. Ik heb zo ongelooflijk gelachen. Ja, weet je, een beetje zelfspot hebben, dat is wel heel belangrijk hoor, bij vrouwenkwaaltjes. Als je er zelf om kan lachen, kun je het ook makkelijker accepteren. En op het moment dat je het accepteert, kun je er ook makkelijker over praten. Nou ja, goed, dan zit je in een positieve spiraal, zullen we maar zeggen. En daarmee kom je ook sneller bij een eventuele oplossing. Of ja, je doet er niks aan en accepteer je het gewoon.